Ik vind het heel jammer dat de Vierdaagse niet doorgaan dit jaar. Ik had best wel veel getraind, ook al heel veel trainingsgroepen voor de Wandelbond bijvoorbeeld gedaan. En ja, dat dat niet doorgaat, dat is heel jammer. Maar wel begrijpelijk natuurlijk, hè? Want ja, met een coronavirus wat door het land waart, kun je niet zomaar het risico lopen dat we dan het weer verspreiden op die manier. De alternatieve Vierdaagse ben ik heel blij mee dat die er is. Dan heb je toch een invulling in die week. Ja, met de Vierdaagse had ik toch vrij gepland. Maar er is nu geen Vierdaagse, geen Vierdaagse feesten. En nu met de alternatieven kan ik toch wat gaan doen in die week. En je kunt zelf bepalen wat je gaat doen in die week. Wandelen 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer vanuit je eigen woonplaats. En je hoeft niet ingelood te zijn om mee te kunnen doen. Iedereen kan meedoen. Het is een vrije inschrijving op deze manier. Maar je moet je wel aanmelden. Mijn 3 tips voor wandelaars die gaan meedoen aan de alternatieve Vierdaagse. Neem vooral heel veel water mee. Je kunt beter te veel water meenemen dat je het weggooit aan het einde, dan dat je onderweg zonder komt. En als je dreigt zonder te komen, ga dan op tijd kijken of je bij mensen bijvoorbeeld wat kunt aanvullen. Want zonder water komen te zitten is echt funest. En zeker met temperaturen zoals deze. Dat is echt mijn belangrijkste tip. Water. Daarnaast moet je echt genoeg eten, want alleen water, dan heb je je vochten al op niveau. Maar je mineralen, je elektrolyten heb je nog niet op niveau. En die zijn juist van belang om je lichaam op gang te kunnen blijven houden. En die zweet je wel uit, dus die moet je ook aanvullen en dat doe je door te eten. Het makkelijkste is een soepje of een bouillonnetje, maar een boterham werkt al heel erg goed. En desnoods neem je een dropje of een zakje chips. Maar zorg voor die zouten in ieder geval. Die zijn heel belangrijk. En dan mijn derde tip is, zorg er ook voor dat je voldoende zonnebrand bij je hebt. Want ja, het is nu heel warm, heel zonnig. Je verbrandt binnen een kwartier. Dus smeren, smeren, smeren en voldoende blijven smeren. Dus niet één keer 's ochtends en dan denken van, ah, het is wel genoeg. Nee, elk half uur tot een uur moet je minimaal een keer smeren. Nou, de alternatieve Vierdaagse is natuurlijk een Vierdaagse op afstand. Normaal heb je de saamhorigheid van de Vierdaagse zelf. Lopen we dicht bij elkaar voor één doel. En nu lopen we op afstand met elkaar en die saamhorigheid hebben we dan toch. Want we lopen op dezelfde dagen toch ook allemaal met hetzelfde doel, namelijk 4 dagen wandelen. En veel plezier hebben, dat is heel belangrijk.